Ik heb begrepen dat dus, uh, er is gevraagd naar een buitenlandse partij. Uh, dat is volgens mij Krol, Krol, ja. Krol, ja, om dat rapport te staven. Van, 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 van uh, advocatenkantoor Narendorp. En ik heb begrepen dat die hebben gezegd: dit rapport klopt niet. Het is niet compleet of het werkt niet allemaal een boem. Maar toch heeft de rechter bepaald dat ze die van Narendorp gaan toepassen in die rechtszaak. Maar dan waarom haal je een buitenlandse partij erbij met de kennis om een second opinion te geven, maar je, je negeert bewust dan de bevindingen van hun rapport? Hoe zit dat precies? Dus dat, dat, dat vind ik een beetje raar, eigenlijk. Deze rechter was eerst advocaat. En ik ben zelf ook heel erg betrokken geweest altijd bij de opleiding van rechters, omdat jeugdrecht, ik ben 40 jaar. Klopt. Met justitie ook bezig zijn. Met geweest. kinderen bent u bezig altijd geweest, ja. Nee, maar ook met opleidingen okay. en rechters. En, en weet je? Nieuws voor mij. Ja. Dus, maar deze rechter is van een van de laatste groepen. Die, je weet, er was een tekort aan rechters en toen moesten er snel mensen uh, tot rechter die, die snelle opleiding volgen. Maar ze was dus voordien in de advocatuur, of ja. in de opleiding van de advocatuur. Hm. Bij wie denk je? Naar drie keer raden. Heeft ze stage gelopen bij Narendorp, wilt u me zeggen? Yes. Maar is dat geen conflict of interest? I don't know. Ik, ik noem de dingen wat ik noem, ik kijk naar de feiten. Oké, okay, dus, 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 dus ik zeg niet dat het is, is op basis van die antwoorden dat u geeft. Uh, dus het is zo dat de rechter die heeft gekozen om het rapport te hanteren van Narendorp, dat is afgekeurd door Krol, heeft ook nog eens stage of heeft gewerkt bij naar een dorp zelf, yes. dus dat is een persoonlijke binding daar zo. Als je het zo bekijkt. Yes. Ja, haar moet ervan. <laughs> Oké, okay, dus nu vind ik het nog spannender.